Beste kijkers, buiten vallen de mussen van de dag terwijl ik dit opneem. En ik ben hier binnen nog steeds bezig met het kijken naar oude beelden en het samenstellen van compilaties ter gelegenheid van het feit dat ik al dit jaar al 35 jaar te zien ben via de Amsterdamse lokale televisie. Of u er nou blij mee bent of niet, dat maakt me allemaal helemaal niks uit. En het is een verslaving, dus ik kan er moeilijk van afkomen. Ik ga er maar mee door. Ik krijg hier leuke reacties op. En hier komt compilatie 3, die begint met een verslag van de verkiezingscampagne die dat jaar plaatsvond. En ook toen waren er nieuwe partijen die mij een beetje denken aan een voorloper van, zeg maar, Thierry Baudet. Veel kijkplezier. Goedendag, u bent van lijst 23, de grote alliantiepartij. Wat is dat precies? Wij zijn een groepering van bijstandsmoeder tot bovenmodaal, tot eigenlijk anderhalf aan modaal. Wij worden geslacht doordat ze daar zo enthousiast staat te praten, dat houdt niet voor mogelijk. Ze hebben niks anders gedaan dan ziekenhuizen gesloten of verkocht. Bejaardenhuizen dicht. Hier Geuzeveld, een bejaardenhuis van 250 patiënten. Wordt afgebroken, wordt een nieuwe gebouwd van 50. Ik vraag, waar zijn ze nou bezig? Straks ben ik 65, kan ik op het station zitten, heeft ze nog een dubbeltje. Die zijn gestoord, echt, die zijn gestoord. På svenska säger man välkommen till Sverige. Sverige är ett mycket vackert land och det är 200 mil långt ungefär och man kan se mängder med olika naturfenomen. Do you vote in Iceland? Yes, the Women's Party in Iceland. Women's political party. In Iceland? In Iceland. That's your party? That's my party. Wat gebeurt er 6 september? Verkiezingen. Verkiezingen, ja, dat klopt. Gaat u er aan meedoen? Dacht ik wel. Ja? Wacht ik wel. Ik ga zeker stemmen, ja. Waarom? Waarom? Omdat ik het belangrijk vind wat er in de toekomst gaat gebeuren natuurlijk. Weet u al of u gaat stemmen? Nee. Gaat u al stemmen überhaupt? Weet ik nog niet. Ik heb er geen zin in. Ja, ik ga wel stemmen, ja. Ja. Waarom? Nou, ik vind dat als je niet stemt dat je dan helemaal niets meer te zeggen hebt. En nu vindt u dat u wel wat te zeggen hebt? Nee, dat denk ik ook niet, hoor. Maar daar heb ik niet wel de illusie dat ik wat te vertellen heb. Dag mevrouw, gaat u stemmen? Ja, en ik ga ook een biertje halen. Hallo fans, daar ben ik weer. Ik heb nu mijn eigen literaire rubriek, Lettergreep. En ik sta hier op een beursie in de rij van allemaal boeken. En dan gaan we even kijken hoe het met het Nederlandse boek gaat. Dag meneer, hoe gaat het met het Nederlandse boek? Het Nederlandse boek gaat uitstekend. Kom, kom. Snel, snel. Menno. Godverdomme, heb ik daar die tekst voor geschreven? Nou, bent u wel de zoveelste brevetpiro die een boek uitgeeft? Is het nou verplicht daar, hoor? Ja, anders wordt het contract opgezet. Ja, kijk. Ja. U moet eigenlijk wel. Oh, wat is het mooi, wat is het mooi. Ja, we moeten. Hè. Sherry Duins heeft een boek en Wim Keizer, Onfatsoenlijke Herinneringen. Verkopen allemaal heel slecht, dat is wel inherent aan het boeken maken bij de VPRO. Nou, wij hebben nu ook zo'n uitgever gevonden die zo stom was om dit transitboek uit te geven, maar... Dat slechte van Lennep, Rams. Dit zijn de oevers van Amsterdam-Noord. Hier, waar vroeger de scheepsbouw bloeide, ligt nu een industrieel kerkhof. En wat zou er met Noord gebeuren als die gebieden er nog 10 jaar zou bijblijven liggen als ze nou liggen? Dan gaan we kapot. Dan gaan we in sociaal opzicht kapot. Dan gaan we economisch kapot, dan gaan we gewoon failliet. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Het is zo dat we moeten natuurlijk ook net als overal op de kleintjes passen. Maar we gaan niet failliet, want economisch gezien gaat het juist erg goed met Noord. Jerry. Oké, bedankt. Hallo fans, ben ik weer. Ik sta hier voor een theater wat ik niet met naam mag noemen vanwege reclame. Voor een film die ik ook niet mag noemen vanwege reclame.
gaat vanavond in première en het is een gekhuis hier. Het sterft hier van de journalisten, er is al gevochten om de journalisten. En ze hebben ons al van de NOS gezegd dat we weg moesten gaan en gedreigd met geweld. Hoe gaat het met TV 10? Nou, ja. Dat weet ik ook niet hoor. Komt u nog op de kabel? Amsterdam, wacht erop. Nou, ja, het hangt een beetje van vanavond af. Hè. Of Batman ons helpen wil, dan lukt het wel, ja. Gaat u die oude Batman ook weer uitzenden? Denk het wel, ja. Nee? Ik mag niks zeggen. Wat vindt u van Veronique? Heel bijzonder. Heel bijzonder. Gaat u het beter doen? Nou, dat is heel moeilijk. Het is zo goed, daar kom ik niet overheen. Dinsdag 28 februari 1989 was een gedenkwaardige dag voor de Nederlandse televisiekijker. Goedenavond beste kijkers, welkom bij deze eerste uitzending van de CTT, de commerciële televisie Texel. Dit is op Zetland op de kaartje voor de CTT. Op Texel op een reportagewagen. Een van onze vele multifunctionele reportagewagens van de commerciële televisie Texel. De CTT, hear it boys! Sinds afgelopen maandag is op Texel een tweede commerciële zender te ontvangen. Veronique! Veronique! Wat betekent dit voor de CTT, de commerciële televisie Texel? Wij spraken met het bestuur van deze omroep. En wat vindt u er nou van om Veronique hier op Texel te hebben? Nou, dat is een zware beproeving voor ons. Wij zitten ons dood ergeren, want wat hier gebeurt is puur illegaal. Puur illegaal. Het is een gestolen idee om via zo'n satelliet hier een programma heen te stellen. Want dat is allang door ons ontwikkeld en zelfs in productie genomen. En wij beraden ons nu over stappen om daar een eind aan te maken. Jongens, wat vinden we van Miranda? Laat het horen en van Mickey, kom op. Goedenavond, waarom doen jullie in deze wedstrijd mee? We proberen te winnen. En voor het geld. En voor de lol. Toploos vanavond, ja. Doen jullie dit soort dingen wel vaker? Ja, drie keer per week zeker wel, hè? Drie keer per week of zo, zoiets. Ja. Is er veel vraag naar? Ja, best wel. Heel veel. Het is een trend nou, hè, geworden. Sandria, doe je het of doe je het niet? Je wil iets bereiken en dan begin je met dit en je probeert hoger op te komen. Ja, maar het publiek is gewoon helemaal gek van, hè? Dat maak je toch niet iedere dag mee, zoiets. En in een disco is gewoon heel apart. Wat voor reacties krijgen jullie? Verschillende. Goede reacties, merendeels, maar ook slechte reacties. Je hoort wel eens van, tenminste van andere vrouwen, weet je, van, moet je die kankoeren zien staan. Dat soort dingen krijg je dan te horen. Maar merendeels reageren ze er heel leuk op. En dan nu politiek nieuws. Alweer een schandaal in de Stopera. Voor de zoveelste keer lekt de geheime informatie uit naar de pers. Burgervader Ed van Tijn is in alle staten. In dit geval is de maat vol. Het gaat om de privacy van sollicitanten. Wie wil er nog solliciteren voor dit soort functies bij de gemeente Amsterdam? Als we hier geen paal en perk aan stellen. Harde maatregelen zullen er volgen. En dan zullen er toereikende maatregelen worden getroffen. Ja. Perestroika, 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 perestroika. De geschiedenis heeft beschikt dat het Westen zijn gevecht heeft gewonnen tegen het communistische economische experiment. Het is verbazingwekkend hoe snel het communistische systeem in de afgelopen jaren zijn geloofwaardigheid heeft verloren. Radio Noord-Holland de hele dag in de lucht. En
Dus die mevrouw van Radio Stad die gaat nou bij mevrouw aanbellen. Het is een nieuwe radio. Bij de mensen thuis. Die mevrouw is trouwens al ingelicht hoor, maar ze doen voor het effect van de radio. Doen we net of we nu spontaan binnen gaan. Radio Stad, blijft u hier op de gang staan, want ze kan de deur niet in, want de snoeren zitten vast. Ik weet niet hoe we dat moeten oplossen. Ja. Er wordt iets aan gedaan nu, er wordt de kabel uitgerold, geloof ik. Ja. Tot zover compilatie 3 van mijn 35 jaar bestaan op Salto. Ik wens u verder een prettige avond. En hou uw time met de hittegolf en met de corona. En weet u één ding. Mark Rutte, alle deskundigen en Femke Halsma. We moeten naar ze luisteren. Maar vertrouwen, dat is maar zeer de vraag. En het is maar beste kijkers dat u dat allemaal weet.